Het Mestdag Zuiverfonds presenteerde donderdag 20 februari gisteren haar doorrekeningen van de stikstofwater van het RIVM. Nou, dat werd een maar mediaspectakel in Den Haag met uh, één middelpunt en dat is Jan-Kees Vogelaar, voorzitter van de stichting Mestdag Zuiverfonds. En hij is hier in de studio. Jan-Kees, welkom. Ja, dankjewel. Uh, ja, de, de, we zijn nu een dag na de presentatie van de cijfers. Dat heeft heel veel media-aandacht gegenereerd. Ja, wat, wat is jouw indruk van de dag van gisteren? Hoe heb je dat ervaren? Nou ja, uh, een beetje tweeëlei. Uh, aan de ene kant uh, heel goed dat we de, de zaak gepresenteerd hebben en dat er ook heel veel media-aandacht voor, voor gekomen is. Uh, aan de andere kant zie je dat uh, bijvoorbeeld het RIVM... Uh, ja, natuurlijk meteen erop inspringt om daar ook uh, weer, weer afbreuk aan te doen wat we gepresenteerd hebben en daar twijfel over probeert te zaaien. Uh, over, zonder dat ze daarbij een onderbouwing leveren, want dat is dan wel weer bijzonder. En ja, hoe heb je die, die reactie ervaren, zeg maar? Van de, want dat leek al grondig voorbereid. Ja, nou ja, grondig voorbereid. Ik vraag me af, grondig voorbereid Dus Ze hebben gewoon een paar grafieken bij elkaar gezocht, die allebei een beetje op die 45% komen, wat een procentje onder, onder Remkes is. Uh, wat, waar je praat over depositie op natuurgebieden. Uh, en zij hebben het dan over stikstofgevoelige natuurgebieden. Uh, terwijl het rapport Remkes het heeft over alle uh, uh, ja, grond, alle oppervlakken in Nederland en die 46% heeft. En ja, ze hebben toch een klein beetje erbij willen komen bij dat verhaal van Remkes en ons verhaal van het is 25%. Depositie op natuurgebieden hebben ze willen ontkrachten. Ja, ja want nu leek het net ook, ook in de media, en ook eigenlijk op de presentatie zelf, een beetje een, een clash tussen Boer, het Meestelijk En de, de instituties, de, de het RIVM. Uh, te worden? Vind je dat, vind je dat jammer? Ja, nee, dat dat zo gebeurd is. Ja, weet je, een slimme journalist die bij het RVM te rade is gegaan. en het RVM heeft dat handig heen geplukt. Uh, dat soort dingen gebeuren. Uh, nou, dat is niet voor niets dat we vandaag ook dan de mediacampagne hadden in de kranten. Waarvan, ja, je, je weet niet precies wat men gaat doen als tegenaanval. maar je weet wel dat er een tegenaanval komt. Nou, dat was de reden dat wij daar uh, in ieder geval. we wisten dat er een tegenaanval zou komen, maar niet precies hoe die eruit zou zien. En daarvoor hebben wij die, uh, die, 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 die vijf landelijke dagbladen. die advertentie gezet. om daar in ieder geval overheen te kunnen. Ja, want als je algemeen kijkt, hoe zijn die, uh, die onderzoeksresultaten die we hebben gepresenteerd geland, zeg maar? In... Die van ons, nou ja, vanwege het, het effect van, van het RIVM uh, zijn die niet helemaal geland zoals wij het graag willen hebben. Ja. Maar, maar aan de andere kant... Ik bedoel ook in politiek en... Uh, in de politiek, ja. Nou, ik denk in de politiek dat men best wel zit van... Oeps, hier moeten, we, hier moeten we wat mee. Hier kunnen ze niet omheen. Ook de minister geeft van aan... Hier kunnen we niet omheen. Uh, uh, ja, wij hebben uh, de woensdag voor de presentatie... Hebben we in de woensdagmiddag laat hebben wij alvast met mensen van RVM RIVM... Met het ministerie om tafel gezeten. Daar, ik denk dat daar ook de reactie van de RIVM vandaan komt. Uh, nou ja, wij houden van fair play. Het RVM liever niet schijnbaar. Nou ja, dat, is, dat, is, dat is hun, hun goed recht. Uh, doe ik ook iets moeilijk over, want dan hadden wij anders woensdag die, uh, die bijpraatsessie niet moeten hebben. Uh, en en joh, dat, dat, dat zetten we de komende tijd wel weer recht. Wij hebben het RVM gevraagd om hun cijfers onder hun grafiek die ze net woensdag hebben gepresenteerd, en uh, die krijgen we heel erg opvallend niet. En dat is wel eigenlijk raar, hè? want de, de, het menselijke heeft die doorrekening gemaakt. Maar dat is eigenlijk ook in samenwerking met de RIVM, toch? Ja, we, we hebben het RIVM uh, regelmatig gevraagd van... ...joh, uh, hoe hebben jullie dit gedaan? Hoe, hebben jullie, hoe werkt dit in het, in het ERIS-model? Of hij blokkeert hierop, hoe komt dat? Uh, want dat is gewoon een stuk techniek. En daar hebben ze ons regelmatig mee, mee geholpen. Dus ze wisten waar we mee bezig waren. En zij konden ook in hun eigen uh, computersysteem zien wat, wat wij voor berekeningen deden. Dus dat was voor hen ook geen verrassing waar ja. wij, waarmee zouden komen. Dus dat zij... Vol Voorbereid zouden zijn, dat ja, dan had je wel een slok op een bordel kunnen innemen. Vandaar ook die dagbladadvertenties. Maar je hebt van het RVM geen advies gekregen over die, die, die waterrijke natuurgebieden, die moet je daar eigenlijk niet bij, uh, bij rekenen. Nee, Wat maar, nu ja, maar dat gebrengt dus nu als argument. Maar, maar het, heel, heel plat: uh, wij hebben het gehad over alle stikstofdepositie in Nederland. Uh, net zoals de heeft gehad over alle stikstofdepositie in Nederland. En wij hebben dat gespecificeerd naar stikstofdepositie op alle natuur in Nederland. En uh, dan heb je niet alleen Lambo stikstofdepositie, maar wat voor ons in de cijfers van het RIVM een hele grote openbaring was: hè, die praat over een openbaring, dat was dat de binnenvaart zo'n ontzettend groot aandeel heeft. Ja. Dus, uh, en volgens mij zitten die binnenvaart volgens mij zit er niet op de zandgronden, maar in het water. Hè, die, die varen die boten. Dus dan kun je wel zeggen: ja, dan halen we de natte natuur eraf, maar daar varen wel die binnenschepen die juist zo'n enorme grote bijdrage hebben aan het stikstofvraagstuk. Ja, zou je de discussie weer terug kunnen brengen naar de, de die essentie, zeg maar, hè? want er is ook heel veel onderzoek gepresenteerd. Nou ja, dat, dat het effect zeg maar, van de stikstofmaatregelen op, op boerniveau, bij het opkopen van de boerenbedrijf. Er zijn twee dingen die moeten gebeuren. Eén. Uh, uh, het RIVM moet zijn data overleggen. Want dan kunnen wij weer gaan kijken van klopt dat? Nou, als dat net zo lang moet gaan duren als de vorige keer, dan zijn we weer een jaar verder. Maar het RIVM heeft altijd geroepen dat ze transparant zijn. Nou, ik kan tot nu toe weer niet merken dat ze transparant zijn. Dat is wel bijzonder. Uh, dus ze hebben toch weer wat te verbergen, schijnbaar. Uh, en de andere kant is, ja, wij gaan dus, maar die, die slag wordt al gemaakt, maar dat zijn hele langdurige rekensommen om per natuurgebied exact de depositie vanuit de landbouw door te rekenen. Voor een, ja. paar, voor een paar natuurgebieden hebben we dat inmiddels gedaan, een paar natuurgebieden waaronder, waar rond heel veel veehouderij zit. En dan zien we dat uh, op basis van die RVM-cijfers uh, dat uitplaatsen van die veehouderijbedrijven maar een, een heel beperkt effect heeft op de depositie op de natuurgebieden. Ja, want wat nu uh, betreft de presentatie nu geweest, daar heeft eigenlijk heel agrarisch Nederland ook naar uitgekeken. Ja, wat is nu het vervolg eigenlijk? Wat gaat er nu gebeuren? Nou ja, wat er nu gaat gebeuren is, wij gaan één. Wij gaan volgende week woensdag aan, aan een groot aantal, ik noem het maar uh, mensen die sleutelposities hebben in de agrarische sector. Dat zijn uh, boerenbestuurders. Maar uh, het zijn ook mensen uit de politiek. Uh, uh, statenleden, gedeputeerden hebben we daarvan uitgenodigd. Maar ook mensen die in het, uh, in het landbouwbedrijfsleven zitten en ik noem maar in landbouwbedrijfsleven organisaties zitten, uh, NZO, NIVEDI. Die hebben we uitgenodigd om volgende week woensdag in Apeldoorn uh, ook voor ons te vernemen van, van hoe het precies in elkaar zit. Uh, waar we over praten en wat, wat de effecten zijn, zodat zij in hun belangenbehartigende werk hier ook weer mee aan de, aan de slag kunnen. Dat is één. Uh, en we hebben vanochtend al het RIVM gevraagd uh, van joh, doe ons die data van, waarvan jullie zeggen het zit zo. Want dan kunnen wij die ook narekenen. Daar hebben we nog geen antwoord op gehad. Maar ik denk dat er ook een consensus komt tussen RIVM en het nesa nou, ja, ik... ja, why not? Ik bedoel, um, als, als je praat over het Universiteit van Amsterdam onderzoek waar wij uh, mee gestart zijn, daar hebben we het, het RIVM ook voor uitgenodigd. Van joh, doe daar een mee. Overigens daar hebben we ook de overheid al twee keer voor uitgenodigd. Van doe daar een mee. En daar hebben we, uh, nou, van de eerste keer hebben we nog geen antwoord woord gehad. En de afgelopen week hebben ze we de tweede keer gevraagd. Nou, ja, daar kan nog geen antwoord op komen. Dan duurt de overheid altijd wat langer. Ja. En, en wat voor minuutje geeft u het Landbouwcollectief mee met de resultaten die u gisteren heeft geweest? Nou ja, het minuutje wat we meegeven is van, joh, de maatregelen van uitkopen en verplaatsen van bedrijven... ...hebben uh, bijna geen effect op de depositie op natuurgebieden. Het zijn hele dure maatregelen. Het zijn ook ontzettend ingrijpende maatregelen. Hè. Uh, je zegt in een gezin in het oederode van, uh, we pakken je op en uh, je kan uh, achter Emmen verder leven. Nou, dat, dat zijn wel heel ingrijpende dingen. Uh, terwijl dat misschien niet nodig is, hè. En, en dat je over twee of drie jaar weer een, een reportage krijgt in een of andere nieuwsmedium of een krant van uh, ja dat stikstofbeleid van Schouten, dat heeft niet gewerkt, want en dan krijgt de boer weer de schuld en uh, er is 700 miljoen euro verdampt en de boer krijgt weer het op zijn brood gelegd omdat de overheid heeft zitten maffen. Dat is een beetje raar, dus dat moeten we zien te voorkomen. Ja, want rekenen nu erop dat, zeg maar, dat deze resultaten ook werkelijk impact gaan hebben bij de politiek. Want tot nu toe hebben Schouten en Rutte altijd te melden. Nou, er, 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 er komt een technische briefing in de Tweede Kamer. Daar gaan wij het ook helder maken wat de gevolgen zijn. Dan gaan ze ook die rekensom bij hun voorrekenen op basis van de RVM-cijfers. Ja. Wat het nu uitmaakt om bijvoorbeeld de veestapel te halveren rond een aantal natuurgebieden. Of wat het uitmaakt om de zogenaamde piekbelasters eruit te halen om een natuurgebied heen. Over, dat heeft Geesje is gisteren ook laten zien. Hè? Ja. Want Schouten zegt zelf, we wachten even de, de resultaten van de commissie Hordijk af. Die, die kijkt vooral naar de, de methodiek van het RIVM, of dat allemaal klopt. Nee, dat kijkend, dat Hordijk, Hordijk, Hordijk kijkt niet onder de motorkap. Dus Hordijk, Hordijk doet hetzelfde als wat al tien keer eerder is gedaan. Die gaat in de literatuur en kijkt van, goh, euh, doet het RIVM volgens de literatuur... en volgens de protocollen die er wetenschappelijk zijn, haar werk. Maar die kijkt niet onder de motorkap van, goh, de rekensommen die nu geleverd zijn. Bijvoorbeeld de rekensom van Remkes. Euh, van die 46% depositieafkomsten vanuit de landbouw. Uh, klopt die? En uh, is het ook voor de natuur het geval, die 46%? Nou, dat werk doet, doet Remke. Eigenlijk doen wij nu het werk van de commissie Hoordijken. Maar de schouten wacht dat resultaat af. Dus... Wij ook. Wij, wij zijn uitermate benieuwd waar de commissie Hoordijken volgende week mee komt. Ik heb ja. begrepen, ze zouden eerst af, uh, komende maandag presenteren. Maar uh, ja, omdat wij uh, iets gepresenteerd hebben gisteren, hebben ze daarvan afgezien. En gaan ze nu later met een rapportage komen. Nou, dat vind ik ook al bijzonder. Dus vol, blijft volop in beweging wat dat betreft. Ja, en het is, dit is niet een dossier wat je zomaar onderste boven trekt. Hè. Uh, we zijn hier al bezig, mee bezig sinds 2014, dat is zes jaar. Uh, en mijn inschatting is dat wij de komende drie à vier jaar nog bezig zijn om hier de onderste steen boven te krijgen. En daarvoor is het Universiteit van Amsterdam onderzoeksontzettend ontzettend belangrijk. Want daar gaan we meten op bedrijven. Daar gaan we zowel emissie meten als depositie meten op veehouderijbedrijven. En we gaan depositie meten in natuurgebieden. En we gaan die, die, uh, die bevindingen gaan we. Isotyperen. Dus hoeveel stikstof komt er uit de landbouw, hoeveel stikstof komt er uit de industrie en verkeer? En pas dan heb je een, een voldoende set data en voldoende begrip van de materie om ook daadwerkelijk maatregelen te gaan nemen die ingrijpend zijn. Maar drie tot vier jaar, daar gaat de politiek de niet op wachten. Ja, weet je, ze hebben twintig jaar geleden gezegd van uh, goh, dat gaan wij doen, dat meten in de natuurgebieden en rond bedrijven. Ze hebben het niet gedaan. Ook daar is dus het mestdag bezig met, met, met uh, overheidswerk en feiten. Dat is te gek voor woorden, het bezopen. Oké, okay, nou helder. En Kees, dankjewel. Graag gedaan. Dit was Boerenbusiness TV. En tot de volgende keer.